Goedemorgen, welkom hier bij deze nieuwe video. We zijn hier vanochtend wakker geworden in het Parkhotel in Valkenburg. Dus we zijn momenteel niet thuis in ons eigen bedje. Maar we hebben hier in dit mooie grote bed geslapen. In deze gigantisch grote kamer. Echt, we hebben ervan genoten tot en met. Ik zet er nu mijn badjas, zoals je het ziet. En dat is niet omdat ik nu... in bad gaan of zo? Nee, ik heb hieronder mijn bikini aan. En we gaan nu richting het zwembad trekken. Eigenlijk wouden we dat de afgelopen dagen al doen, maar we geraakten nooit. We waren s'avonds elke keer zo moe. Mama, we zeiden van, we zullen het morgen wel doen, maar we zitten hier morgen niet meer. Voor het ontbijt gaan we eerst eventjes baantjes trekken gaan we in het baantjes zwembad. Trekken? Nee, ja. Gewoon leuk zwemmen. Ben je buiten aan het doen? Ah, ik was dus aan het kijken hier buiten. Mooi hoor. Mooi terrasje. Ja, de zon schijnt. Ja. Heb je het zwembad al gedaan? Ja. Mooi hè? Mooi. Ga even doen. Let's go. Tempjes omhoog. Ja. Zet even zo'n tapje foto gemaakt aan voor mij. Tip nu, als je dat fotootje, voor je je video kijkt, zie je zo'n fotootje en met een tekst erboven. En dat hadden we nu net gemaakt. Ja, zo'n thumbnail. Thumbsap. Allee, spring er nu maar in, hè. Langs de trap. Ja. Bij mij, ik ga er nu nog niet in, ik moet altijd een beetje waterwenning doen, hè. Kijken of dat niet te koud is of te warm. Zwemmen was echt gewoon heerlijk, heel eventjes zo gewoon genieten. En we hadden ook trouwens ook geluk, er was niemand anders niet meer. Er waren in het begin nog wel een paar mensen, maar ik denk dat die mensen nu richting dus de ontbijtruimte gegaan zijn. Want echt wel tijd wordt eigenlijk om te ontbijten. Maar het was echt zalig. Zalig, hè? Jij bent er niet in geweest. Ik heb gewoon pootje gebaat. Ja. Ik vind het water heel snel te koud. Ja, maar nu was het echt wel heel warm water. Het was warm water, maar toch, dat doet toch niet in. Dus, ja. Toch, heel een beetje jammer, want het was echt wel zalig. En nu gaan we ontbijten. Ja. Natuurlijk gaan we ons eerst eventjes wassen, aankleden en dan pas gaan ontbijten. Als we zo op het ontbijt aankomen, gaan ze ons heel erg kwaad aankijken, denk ik. Of zo in je badjas. Ik denk dat niet zo, maar doe dat niet, hè. Nee, dat inderdaad. Ik kan hier gewoon een glaasje cava bij het ontbijt drinken. Ja. Leuk, hè? Ja, dat is altijd wel heel lekker, natuurlijk. En je hebt ook nog fruitsap. Zie naast appelsap, zoals ze in Nederland zeggen. Nee, dat zeggen ze niet in Nederland. Jus d'orange. Zo zeggen ze dat in Nederland, inderdaad. Kernmelk, water, zoekermelk, appelsap. Oké, okay, dus zoekermelk. En multivruchten, vormelk. Hier verschillende kazen. Dan heb je ook nog salami, zalm, ander vlees. Ja, echt ja, verschillende charcuterie. Brood, broodjes, fruit, heel veel fruit en ook nog yoghurt. Verschillende granen en dergelijke om in de cornflakes te doen. Je hebt hier ook een heel groot koffie- en een theemachine staan. Ik kan ook warme chocolade met mee maken. Chocolademelk mee maken en zo, dus je kan gewoon zoveel nemen als je wil. Wat zit hieronder? Hier zitten nog de eitjes, de harde eieren, heel leuk. De zachte eieren. En dan hier ook nog spek en ook nog wat ei, scrambled. En dan hebben we hier nog wat beleg en gezond natuurlijk ook wat fruit.
Ja, en dan had ik ook nog ongezond. Dan heb je ook mini-doeletjes, koffiekoekjes en muffins. Ongezond, maar wel heel lekker. Ja, dat is wel waar. En we zitten buiten natuurlijk, want het is veel te mooi weer. Wat heb jij allemaal? Heel ongezonde dingen, precies. Ongezond. Ik heb 2 donutjes. Ik heb chocopasta op het brood. Ik heb een muffin. Ik heb yoghurt met een beetje mango-saus en cornflakes daarin. Lekker, lekker. Ik heb gewoon brood, spek en zalm. En een prachtig uitzicht. Het leuke aan Valkenburg is eigenlijk de grootte. Dan denk je van, hè? Valkenburg is toch helemaal niet zo groot? Dat is het hem net. Ja. Het is zo'n compact stadje en je kan gewoon overal komen. Er zijn heel veel winkeltjes en cafeetjes en restaurantjes, allemaal gesitueerd op één locatie. Ja. Of toch in ieder geval niet ver van elkaar, nooit. Centraal, dus als je dingetjes wil doen, hoef je nooit ver te stappen om ergens te geraken. Nee. Want Valkenburg is wel redelijk autovrij, dus het is niet de bedoeling dat je hier met de auto gaat rondrijden. Maar dat is heel erg handig, want onze auto staat gewoon op de parking van ons hotel. En nu zijn we aan het stappen om een fiets te gaan huren. Ja. Maar dat kunnen we ook wel heel leuk fietsen. En je hebt hier heel erg veel verschillende fietsroutes waar dat je gewoon van een knooppunt naar een ander knooppunt kan rijden. En dan kom je zo heel erg veel mooie plekjes tegen. Let's go. We zijn hier bij Scooterverhuur Limburg geweest. Han heeft ons geholpen aan een goede elektrische fiets. Ja. Ja. En daarmee moeten we normaal de hele route kunnen doen. Ja. Hè? Want we hebben zo een route gekregen. Mm-hmm. En die route gaan we zeg maar doen, dat rondje. Ja. Best wel een lange route. Maar met deze fiets moet dat... Dat met gemak gaan. Ja, zeker. Bedankt, hè. Het weer speelt ook goed mee, hè. Ja, super mooi weer. Ja, okay, ja. Goed. Bedankt, hè. Hey, veel plezier, hè. Yo. 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 Zalig, hè? Heerlijk gewoon. Ah. Mooi uitzicht ook. Drie, twee, één. Ja. Mooie foto's. Ga je die op Instagram zetten? Tijdens het fietsen kom je echt de meest mooie dingen tegen, zoals deze mooie windmolen. Typisch Nederlands natuurlijk. Ja. We hebben een fotootje gemaakt, staat op Jolien_Jenner. Dan kan je het vinden op Instagram. Gaan we nu iets gaan eten? Dat lijkt me een schitterend goed idee. Ik heb honger gekregen. Het is heel erg waar. We hebben 2 uurtjes gefietst. Meer dan 2 uur. Het is nu bijna lunchtijd, dus we gaan even op zoek naar een leuk restaurantje hier in de buurt. We zien wat we uitkomen. Ja. Hey, dit lijkt me leuk. We zijn terug in Valkenburg en je hebt hier het Mergelrijk. En hier heb je ook een terrasje en misschien ook wel een restaurantje binnen. Misschien kun je wel iets eten. In de grot dan? Misschien. Cool. Tof, hè? Ja. Zit direct in de grot. En we gaan nu eerst, voor we gaan eten, toch maar het Mergelrijken. Dat ligt hier vlakbij. En het is eigenlijk een grottenstelsel, hè? Eigenlijk ligt eigenlijk het grottenstelsel onder het restaurant. Dus nu onder het restaurant door. Juist. Mergelrijk. Beleef de wereld van grotten Mergel. Daar staat een pijl. Startroute. Ja. Die richting moeten we uit. We zitten nu onder de grond. En hier heb je een mooi voorbeeld van hoe ze vroeger onder de grond belden. Telefoneren met elkaar, ja. Kijk, en zo bellen ze tegenwoordig in de grot. Onder de grond, ja. Hé, hey, mooi, hè? Echt heel mooi. Brandt zelfs lichtjes in het kasteel. We gaan natuurlijk niet alles hier gaan prijsgeven wat er allemaal te zien is. Als je het echt eens wilt gaan zien, moet je zelf maar eens naar hier komen. Maar het is hier wel leuk, hè? Ja. Om hier zo eens even rond te neuzen en te zien. En vooral ook omdat we hier echt in een grot aan het lopen zijn, hè? Dat is zeker zo. Ja, dat is zeker zo. Dit had uiteindelijk ook niet elke dag.
En wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier van een stukje mergel een hartje aan het proberen maken. Ik kan hier zelf aan de slag gaan? Ja. Cool. Laat je gaan hoor. Tadaa. Goed zagen, hè? Het lukt niet. Zo'n mooi stukje blokken. Ik zag duidelijk niet hard genoeg. Nog harder zagen. Ja. Toch, Tans, jij kan goed zagen. Nee, dan moeten we maar verder. Helaas. Hadden we een leuke middag bij het Mergelrijk of hadden we een leuke middag? Superleuke middag. Tof, hè? En nu gaan we lekker iets gaan eten hierboven in het restaurant. Eten in een grot. In een grot, kei bijzonder, hè? Zoals holbewoners deden. Ja, zoiets, ja. Wat is het hier mooi, hè? Heel leuk. Ja, het echt dus, je ziet het, hè? We zitten hier dus echt gewoon onder de grond in een grot. We hebben ook een soepje. Nog een beetje brood erbij. Het is een groot bord soep trouwens. Ook nog nachos. Dat is misschien een rare combinatie, maar dat eten we gewoon super graag. We hebben soepje en nachos. Smakelijk, hè? Smakelijk. We hebben hier een leuke tijd gehad, hè? Echt een super toffe tijd. We staan hier nu terug opnieuw aan het Parkhotel, waar we ook nog onze wagen geparkeerd hadden de hele dag. En we gaan nu in de wagen stappen en weer terug naar Lille rijden. Ja, en vanavond dromen over een heel leuke vakantie die we hebben gehad voor veel dagen. Echt, ik ga lekker goed slapen, denk ik, na onze lange fietstocht. Dat is een wandeling doorheen de grotten. Ja. Heel erg fijn. Als jij het ook fijn vond, doe dan zeker de duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.